Yvonne, kan je iets vertellen over hoe jij ooit bij mij terecht bent gekomen, wat toen je klachten waren en hoe het nu is en wat er tussenin is gebeurd? Nou, ik heb eigenlijk al 9 jaar ruim klachten. Ik ben na een aantal operaties eigenlijk bij jou terecht gekomen, omdat ze verder bij de operaties niet meer wisten wat ze met mij moesten gaan doen. Mm-hmm. Mijn arm kon eigenlijk nou dit en dit. Mm-hmm. En toen dacht ik eigenlijk, ik wil verder, ik wil weer bewegen. Ik ben sportdocenten, dus ik wil graag mijn arm weer, dat die helemaal goed omhoog kan. Mm-hmm. En vanuit daar ben ik verder gaan zoeken. En toen werd ik ook nog eens getipt om naar jou toe te gaan. En vanuit daar ben ik bij jou beland. Mm-hmm. Want je hebt meerdere operaties gehad aan je schouder. Ja. Als ik het goed begrepen heb en goed herinner, dan heeft hij dus sinds vanaf de eerste operatie eigenlijk is hij nooit meer echt goed geweest. Nee. Dus nee. De diagnose frozen shoulder gekregen. Ja. Ja. Uit een operatie ben ik eigenlijk ontstond een frozen shoulder. Ik kon niet meer goed bewegen en zij dachten we doen die operatie zodat het weer wat beter gaat worden. Mm-hmm. Maar helaas was dat niet zo en bleef ik maar in een Mitella zitten omdat het bewegelijk gewoon niet te doen was. Ja, en hoe lang heeft dat toen geduurd? Dat ik in een Mitella zat, dat heeft dat ik mijn arm niet heb kunnen bewegen, maar zeker wel 3 à 4 jaar. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En wat heb je er toen allemaal aan geprobeerd te doen? Ik ben naar verschillende fysio's geweest, massage heb ik geprobeerd, ik ben zelfs bij acupunctuur geweest, osteopathie ben ik geweest en op een gegeven moment, ja, die wisten het gewoon allemaal niet. En bij de fysio kwamen ze ook niet verder, ik heb verschillende oefeningen moeten doen, ik heb rust moeten houden, maar helaas hielp niks. Okay, was er überhaupt iets wat ertussen zat wat enige verlichting gaf of waardoor het niet erger werd? Nee. Nee, ja, ik vond het fijn om mijn arm zo stil mogelijk te houden. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat niet een oplossing, want dan ga je nooit bewegen en kan je nooit ergens naartoe. Oké. Okay. Weet je nog hoe je toen bij mij terecht bent gekomen? Ja, ik ben zelf eigenlijk gaan zoeken. Via internet ben ik gaan zoeken van, joh, wat kan je nou nog meer? En toen kwam ik eigenlijk via Facebook jou tegen. Mm-hmm. Heb ik jou gecontact en het formulier vervolgens ingevuld. En ben ik uitgenodigd om te komen. Oké, okay, en wat dacht je toen? Toen ik schreef van dat ik je waarschijnlijk wel kon helpen. Ja. Wat was toen je eerste gedachte? Ik dacht eerst van, ja, dat zeggen ze allemaal, dus eerst zien dan geloven. Mm-hmm. Maar ik dacht al wel vrij snel en ook door de dingen die er beschreven werden op de site, dacht ik al wel snel van, nou ja, dit is niet iemand die het zomaar doet. Mm-hmm. Ja. Oké, okay, perfect. Weet je nog ongeveer wat het resultaat was van de eerste losse behandeling die ik je toen heb gegeven? Ja, toen ik kwam bij jou binnen volgens mij en kon ik alleen dit en heel minimaal dit. En volgens mij ging ik daarna al gelijk flink stuk omhoog. Dat ik echt dacht, hoe kan dit? Mm-hmm. En qua pijn en zo? Ja, was ook ze direct een stuk minder. Ja. Oké, okay, en bij andere therapieën was dat dus ook niet echt gelukt? Nee, dus nooit. Zowel niet in de bewegelijkheid, maar ook niet in de pijn? Nee. Oké, okay, en toen heb ik jou nog een keer behandeld. Hoe ver kwam je daarna ongeveer? De eerste keer kwam je volgens mij zo en daarna werd het steeds meer naar mijn oor toe, steeds beter. Ja. Oké, okay, kijk, en nu ga je ook al in ieder geval verder omhoog dan vroeger. Ja. Dus als je nu allebei je armen gewoon verstrekt zo omhoog doet, hoe gaat die dan? Nou, dan gaat die gewoon hartstikke goed. En als je, dan wordt het eigenlijk weer hetzelfde. Een deel wat je met links kan je nu eigenlijk ook weer met je rechterkant. Mm-hmm. Oké, okay, perfect. Kijk, de manier waarop ik werk is natuurlijk heel anders dan wat je tot nu toe gezien hebt bij bijvoorbeeld de fysiotherapie. Of ook, er is iets anders met bijvoorbeeld naar mij te komen of naar de orthopeed voor een kort bezoek. Wat zijn voor jouw gevoel de grootste verschillen? De grootste verschillen zitten eigenlijk meer in de tijd en de persoonlijke benadering die voor mij eigenlijk echt het verschil maakte. Bij een dokter ben je voor mijn gevoel meer en meer een persoon en word je naarmate je langer ergens last van hebt, dan word je wel beter bekeken. Maar nog voor mijn gevoel zit er een tijdslimiet aan dat de volgende patiënt te wachten zit. Mm-hmm. En dat had ik bij jou. Je kijkt niet op de tijd, je neemt de tijd voor mensen, je vraagt ook voelt het beter of niet? Nee, dan ga je nog steeds verder zoeken. Mm-hmm.
En jij hebt geen tijdsindicatie van nu moet ik stoppen, ik heb tijd, de volgende staat klaar. Dus dat vond ik gelijk al een openbaring, dat ik dacht, zo kan het ook. Ja. Oké. Kijk, als jij zou moeten kiezen, hè, het gaat om jouw lijf, ga je dan liever naar iemand die het dichtst erbij zit of reis je liever wat verder voor een betere behandeling? Nee, ik reis sowieso verder. Ik ben al heel veel verschillende behandelaars heb ik ook gehad, ook fysiotherapeuten en artsen. Dus op een gegeven moment maakte dat me niet meer uit. En ik denk dat dat uiteindelijk ook niet het doel moet zijn dat je je beperkt tot een bepaalde omgeving, want dan beperk je jezelf alleen maar. Dat is ook meteen een boodschap voor heel veel andere mensen. Ja. Kijk, veel mensen die maken eigenlijk de fout om meteen te gaan zoeken naar hetgeen wat het dichtst erbij zit. Ja. Ik werk zelf het liefst met werken met wat het beste werkt, niet wat het dichtst erbij zit of wat het goedkoopste is of wat dan ook. Ja. Want je hebt maar één lijf natuurlijk. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je vindt of hebt ervaren dat het echt heel anders is dan wat je gewend was? Ja, want als jij bij een arts komt en je zit daar, dan mag je wel je praatje doen. Maar het is nogmaals die tijd die je gewoon niet hebt om je hele verhaal te doen. En voor de rest vind ik ook dat jij een andere benadering hebt naar mensen toe. Je checkt het ook nog of jouw behandeling daarna, of het nog steeds zo is. Je zoekt contact met die patiënt en dat heb ik eigenlijk met een arts nooit gehad of een fysiotherapeut. Ja. Die vanuit zichzelf contact opneemt met in dit geval ik dan. Maar ja. Ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Oké. Kijk, wat ik ook heb ervaren is dat sommige vormen van bijvoorbeeld fysiotherapie of andere therapievormen, die kunnen effectief zijn. Ik heb alleen gemerkt dat er inderdaad vaak te weinig tijd is en dat we in een ideale situatie best nog wel wat meer klachten zouden kunnen behandelen. Dus als je bijvoorbeeld nu naar vandaag kijkt, je kwam voor je schouder, ja. Maar je hebt ook wat last van je been. Ja. Je hebt een aantal keer fysiotherapie gehad ook, nadat ik jou had doorverwezen. Ja. Maar is er toen nog naar dat been gekeken? Nee. Nee, ik kwam eigenlijk voor mijn schouder en dat was eigenlijk de hoofdmoot. En toen heb ik ook daar geroepen van, joh, ik heb ook last van been, zouden jullie daar ook naar willen kijken? Ja, en dan wordt er eigenlijk letterlijk gezegd, dan moet je nog een andere afspraak maken. Ja, en dan denk ik van, kun je dan bijvoorbeeld niet twee afspraken achter elkaar plannen? Nee, dat kon niet. Daar was dan meer geen tijd voor. Ja, want even los van de verzekering, of dat je het nou wel of niet vergoed zou krijgen. Zou jij bereid zijn om daar iets extra voor te betalen, dat je dan een dubbele behandeling zou krijgen? Ja. En denk dat je daar... Als ik uiteindelijk vertrouwen heb in diegene, dat ik weet dat het werkt, dan ja, zeker. Ja. Ja. Want ook als je gaat kijken op de laatste fysiotherapie die je hebt gehad, hoe lang moet je daarvoor rijden om daar naartoe te gaan? Anderhalf uur. Ja. Ja, als alles mee zit, ja. Ja, dus twee keer anderhalf uur. Ja. En ja, als je dan bijvoorbeeld een half uurtje extra daar een paar tientjes voor hoeft moet betalen, dat is... Zou ik dat doen, want uiteindelijk, nogmaals, het is je eigen lijf. Jij wil er vanaf. En het liefst zo snel mogelijk en zo goed mogelijk. Ja. Precies. Kijk, en dat is ook dus een boodschap die ik heb voor... bijvoorbeeld fysiotherapeuten, dus als jullie aan het kijken zijn. Er zijn veel mensen die hebben behoefte aan bijvoorbeeld langere behandelingen. Of meer behandelingen op één dag. Want ik heb jou toen ook een keer, je hebt een resetdag gedaan bij mij. Ja. Dan heb ik jou meerdere keren op één dag behandeld. En tussendoor ook nog gecoacht. Ja. Hoe heb je dat toen ervaren? Ik dacht van tevoren van wat moest ik hiervan verwachten. Je ziet natuurlijk wel, je leest je in, dus je weet een beetje de schets van de globale dag hoe het eruit ziet. Maar ja, nogmaals, de tijd die ervoor wordt genomen, er wordt niet alleen gekeken naar de klacht op zich, maar het gaat gewoon ook dieper van waar kan het aan liggen, wat is er gebeurd in je leven. Dat speelt ook gewoon een rol. En misschien wel 50%, dat het ook echt te maken heeft met hoe ga je daarmee om. Geef je dat een plekje en uiteindelijk kan je het van je klachten afhelpen of zelfs doen verminderen. Ja. Oké. En het laatste ding wat ik nog even wil weten is, als je puur kijkt, we hebben het nu even over fysiek gehad waar je last van had. Als je nu naar het mentale aspect kijkt, gewoon een soort van psychologisch gezien hoe je je voelde voorheen. Ja. Versus gedurende het traject of bijvoorbeeld met die resetdag en daarna. Wat zijn dan de grootste verschillen? De grootste verschillen zijn eigenlijk dat ik niet meer moet twijfelen aan mezelf, hoe ik ben en wat ik kan. En dat ik gewoon zelf mag zijn wie ik ben. Ja, dat is het mooiste resultaat eigenlijk.
En dat is ook wat ik meer van mensen nu hoor, hoor. Dat ze denken van, oh, jij staat stevig in je schoenen. Mm-hmm. En natuurlijk mag je je onzekerheid hebben. Maar ik denk wel dat ik trots op mag zijn op wie ik ben en hoe ik doorzet om uiteindelijk die schouder beter te krijgen. Mm-hmm. Ja, en dat ik niet heb opgegeven. Oké. Okay. Ja. Helemaal goed. Is er verder nog iets anders wat je zou willen delen waarvan je denkt dat het relevant kan zijn voor degene die dit filmpje kijkt? Ja, die dit filmpje kijkt. Zodat je straks een betere keuze kan maken en of dat je zoiets als dit wel of niet zou moeten doen. Ja, ik zou eigenlijk willen zeggen, laat je niet leiden door tijd of geld of tijd die je niet hebt. Ik zou zeggen, ga het gewoon doen. Je hebt maar één lichaam en jij wil dat het beter wordt. En dan zul je zelf, heb jij zelf een hele grote rol in. Dus ik zou zeker naar Tim toe gaan, ja. Oké. Nee, dankjewel. Oké, graag gedaan.